In het hele land zijn er gezinnen die elke dag vechten om rond te komen. Ook in het district Koroni hebben mensen hulp nodig. President Santokki vindt het belangrijk te weten hoe deze mensen te helpen. Tijdens zijn bezoek aan Koroni op zaterdag 9 september is hij langsgegaan bij het kinderhuis van Koroni om te zien hoe de situatie van de werkers en de kinderen verbeterd kan worden. Het staatshoofd heeft voeding voor een maand geschonken, maar zal verder kijken hoe de noden op lange termijn te verlichten. Het werkbezoek had als doel gesprekken te voeren met de Koroniaanse gemeenschap en het aanhoren van de behoeften. Ontwikkeling brengen doen wij samen met het volk. Samen werken we aan ontwikkeling voor elk gebied, gaf het staatshoofd aan. De regering geeft grote prioriteit aan ontwikkeling van de jeugd en het onderwijs. Met vreugde heeft president Santokki op 9 september het hubgebouw in Koroni heropend, een plek die de jeugd helpt zich te ontwikkelen. Met ondersteuning van de Capricorn Energy, een dochteronderneming van Total, VCB Bank, Telesuur en Stichting Hati Club, heeft de president 40 deskcomputers, 6 laptops en een 36.000 BTU airconditioner, 100 comfortabele stoelen, 3 bureaustafels en 2 vergadertafels geschonken aan de gemeenschap van Koroni. Het staatshoofd hoopt dat de kinderen hiermee de kans krijgen om meer te leren en betere prestaties neer te zetten op school. De regering geeft prioriteit aan de ontwikkeling van landbouw. De agrarische sector is een van de belangrijkste sectoren in ons land die indien goed ontwikkeld niet alleen kan zorgen voor de opbouw van het land, maar ook van een bepaald gebied. Op zaterdag 9 september heeft president Santokki een graafmachine geschonken aan het district Koroni om de agrarische sector te bevorderen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij schonk fruitbomen, groenteplanten en kunstmest. De graafmachine zal worden gebruikt voor het vrijmaken van landbouwgronden en taken die niet door kleine machines kunnen worden uitgevoerd. Ook zal de schoonmaak van achtertuinen georganiseerd worden. Volgens president Santokki wordt de agrarische sector in Koroni duurzaam ontwikkeld. Hij gaf aan dat er grondpapieren zullen worden uitgereikt voor agrarische productie en moedigde de jongeren aan om zich te registreren voor landbouw of veeteelt. Met genoegen was het staatshoofd op vrijdag 8 september aanwezig bij de Ramlila-opvoering van de Srimaha Shakti Durga Samaj, de leiding 9A. Ramlila is een culturele voorstelling uit de geschriften van de Ramayana en beschrijft de strijd tussen goed en kwaad. De voorstelling wordt gedurende 10 dagen gehouden onder publieke belangstelling. De regering hecht veel waarde aan het bevorderen van ons cultureel erfgoed. Samen vormen wij een unicum in de wereld en dit dienen wij te koesteren, aldus president Santokki. Elke Surinamer heeft recht op een woning en deze regering heeft zich gecommitteerd aan het verlichten van de woningnood in Suriname. De regering is de afgelopen periode gestart met 3 woningbouwprojecten waarbij honderden Surinamers geholpen zullen worden aan een woning. Zoals in elk project zijn er uitdagingen. Op 11 september had het staatshoofd een meeting met het projectbureau voor het landelijk woningbouwprogramma, waarbij deze problemen besproken zijn. De regeringsleider heeft gevraagd dat er voor alle projecten wordt nagegaan hoeveel percelen vrij zijn, hoeveel mensen willen bouwen en dat mensen die dringend een perceel nodig hebben geregistreerd worden. De president legt de nadruk op het volgen van de juiste procedures, zodat er geen problemen ontstaan. Het bureau is de lage inkomensgroepen niet vergeten. Ook deze groep verdient een woning, maar die moet betaalbaar zijn. Samen wordt gekeken naar de voorstellen om ervoor te zorgen dat deze groep ook in aanmerking kan komen voor een woning. Het staatshoofd vroeg verder aan het bureau om na te gaan wat de beste opties zijn voor de samenleving en met voorstellen te komen hoe de problemen op te lossen. We are open for business. Dit is wat president Santokki op 11 september heeft meegedeeld aan een groep ondernemers uit China die interesse heeft om te investeren in ons land. De ondernemers hebben interesse in de sectoren infrastructuur, woningbouw en mijnbouw. Maar de regeringsleider heeft ook aangehaald in welke sectoren er geïnvesteerd kan worden, zoals bruggenbouw en de olie- en gassector. Suriname heeft succesvol besluiten genomen om de economie te stabiliseren en de macro-economische stabiliteit is bereikt. Echter, om groei te stimuleren heeft Suriname investeringen nodig die werkgelegenheid creëren.
De president heeft de investeerders eerlijk gezegd dat de regering geen leningsovereenkomsten kan sluiten en geen staatsgaranties kan bieden, maar dat als zij komen met het geld, hij wel bereid is om hen te faciliteren. De ondernemers zullen de mogelijkheden bespreken met hun investeringspartners. Ik ben benieuwd naar hun verdere plannen om te investeren in Suriname. Samen met investeerders gaan we een mooier land maken van Suriname, stelt president Santokki. Behalve dat deze regering wil dat onderwijs toegankelijk is voor alle kinderen in Suriname, wil het ook dat onze kinderen in een goede omgeving hiervan kunnen genieten. Tijdens zijn werkbezoek aan Koroni bracht president Santokki een bezoek aan OS Totnes. Het schoolgebouw heeft op vele plaatsen geen lampen, deuren en schoolmeubilair. De kinderen kunnen niet in zo'n omgeving onderwijs genieten. Er zijn al plannen om deze maand te beginnen met de werkzaamheden, maar de president zal zelf erop toezien dat de renovatiewerkzaamheden werkelijk deze maand beginnen. Het staatshoofd adviseerde de schooldirecteur om het bureau microprojecten van het kabinet van de president te gebruiken voor kleine impactvolle verbeteringen. Tijdens het bezoek aan Koroni heeft de president ook de community hub heropend en belangrijke materiaal geschonken. Hij vroeg aan de leerlingen deze hub te gebruiken voor hun studie en verdere ontwikkeling. Water is zowel onmisbaar voor het menselijk leven als een belangrijke factor voor de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. Op maandag 11 september heeft president Santokki het symposium Integraal Waterbeheer in Suriname van de Stichting Waterforum Suriname geopend. Dit project is sinds april 2022 uitgevoerd in samenwerking met de United Nations Development Programme, Global Climate Change Alliance en de Europese Unie. Diverse experts en regeringsfunctionarissen zijn bij elkaar gekomen om over duurzaam beheer van water van gedachten te wisselen. De president benadrukt dat wij een balans moeten vinden tussen water dat nodig is voor het menselijk leven en het duurzaam beschermen van de schaarse waterbronnen op aarde voor de volgende generaties. De regering zal hierbij een actieve rol vervullen en er wordt een onderraad water gevormd. Het is cruciaal dat wij onze grondwatervoorraden beschermen en het volk garanderen van gezond en veilig drinkwater. Vervuiling van onze oppervlaktewater moet aan banden worden gelegd. Samen met deskundigen zal een nationaal beleidsplan water worden opgesteld. Dit om duurzaam beleid te voeren met de garantie van veilig drinkwater voor alle burgers van ons land, sprak de president. De regering heeft op 8 september een constructief gesprek gehad met de veiligheidsbonden van de Bijstandsbeveiligingsdienst, het Korps Penitentiaire Ambtenaren en het Korps Brandweer Suriname. De bonden benadrukten de behoefte aan verbeterde toelagen en andere vergoedingen. Ondanks de budgettaire uitdagingen waarmee de regering kampt dit jaar, begrijpt president Santokki de druk en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen. Er wordt gekeken of er binnen de beperkte begroting toch ruimte is te schuiven met middelen. Het gesprek ging verder over vergoedingen en hun financiële impact. De president benadrukt dat de inflatie aan het afnemen is en dat de regering zich inzet voor het versterken van de koopkracht. Er zijn voorstellen besproken en stappen afgesproken om tot overeenstemming te komen. De veiligheidsbonden zullen hun voorstellen verder uitwerken, terwijl het cluster van ministers de financiële haalbaarheid ervan beoordeelt. De bedoeling is om door middel van dialoog tot een eerlijke oplossing te komen die rekening houdt met zowel de financiële situatie van de regering als de behoeften van de veiligheidsbonden. Patrick Pouyane, CEO van Total Energies, heeft een historisch bezoek gebracht aan Suriname. Op 13 september had president Santokki samen met Anand Jagisser, CEO van Staatsolie, en enkele ministers een onderhoud met hem waarbij er gesproken is over de olie- en gasontwikkelingen in Suriname. Er is vastgesteld dat er 700 miljoen vaten olie beschikbaar zijn. Na de verwachte Final Investment Decision in het vierde kwartaal van 2024 wordt een investering van $9 miljard verwacht met een dagelijkse productie van 200.000 vaten olie. Suriname zal financieel profiteren met $20 miljard opbrengst en een aandeel van 20% voor staatsolie. Ik zal ervoor zorgen dat dit land economisch weer stabiel wordt en dat de samenleving weer kan zien dat het land vooruit gaat. De bloei van deze sector zal werkgelegenheid scheppen en met de inkomsten kunnen we meer kansen creëren voor het volk. Dit land wordt weer mooi. Suriname zal weer het land zijn waar iedereen met trots wil wonen, merkte president Santokki op.
De G77-plus China-top richt zich op dit moment op de uitdagingen van duurzame ontwikkeling voor ontwikkelingslanden. In dit kader is er in de Cubaanse hoofdstad Havana op 15 en 16 september samen met 134 ontwikkelingslanden en China een meeting gehouden waarvan president Santokki ook deel uitmaakte. Hierbij is er specifiek gesproken over de rol van wetenschap, technologie en innovatie in de context van duurzame ontwikkeling. President Santokki zal op 18 en 19 september participeren aan de algemene vergadering van de VN die plaatsvindt in New York, waar het voornamelijk zal gaan over de uitvoering van de Agenda 2030 en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Tijdens zijn toespraak in de algemene VN-vergadering zal de president zich vooral richten op de klimaatverandering, met name op het vinden van nieuwe financieringsmechanismen. Ook zal hij bilaterale meetings hebben met diverse staatshoofden. Het is belangrijk dat we als land zichtbaar zijn en het profiel van Suriname op het gebied van klimaatverandering moet veel hoger zijn als carbon-negatief land, aldus president Santokki.